Ik had al heel veel alcohol gedronken die avond. Er stond een flesje Fanta op tafel. Dus ik besloot om daaruit te drinken. Maar dat had een hele rare smaak. Dus ik vroeg aan die dames van, hey, wat is dit? Wat zit hierin? En waarom smaakt dit zo raar? Toen gaven ze aan dat het GHB was. Mijn naam is Lito King Anker. Na een overdosis GHB heb ik God gevonden. Ik ben geboren zonder scheenbenen en zonder knieschijven in Brazilië. Mijn moeder heeft tijdens haar zwangerschap een virus opgelopen. En doordat ze medicatie moest nemen voor de virus, heb ik uiteindelijk een handicap opgelopen. Dus ik kan mijn benen ook omdraaien. En ook heb ik geen knieschijven. Ik heb wel gewoon volledig gevoel in mijn been. Maar dit zorgde dus voor dat ik in principe niet kan lopen. Toen ik 2 maanden oud was, toen ben ik naar Nederland gegaan, geadopteerd. Je wilt net als je andere vriendjes en vriendinnetjes op die leeftijd wil je gewoon kunnen spelen. En ik kon het niet, dus dan ga je jezelf afvragen van hey, hoe komt dat, waar komt dat vandaan? Uiteindelijk was er een keertje een rolstoeltennisclinic hier ergens in de buurt, in Velp. Dus ik kwam daar kijken en ik mocht voor het eerst daar proberen om in de rolstoel te tennissen. En toen zei die trainer, die zei van oké, nou, dan moet je echt iets met dat talent gaan doen. Eigenlijk vanaf dat moment zijn we op zoek gegaan naar een rolstoeltenniscoach. Een jaar later zat ik in de Nederlandse jeugdselectie. En 4 jaar later, ongeveer 4 jaar later, stond ik op het wereldkampioenschap onder 18 jaar. Maar nog steeds zat ik wel erg met die vragen van oké, wie ben ik? Waarom ben ik hier op aarde? Waarom heb ik een handicap? En nog steeds was ik heel erg bezig met het ontlopen van de belangrijke vragen in het leven. Dus uiteindelijk ging meer toernooien spelen, nog meer reizen. Maar dat zorgde er ook voor dat ik eigenlijk nog meer ging feesten. Uiteindelijk, op mijn 18e, had ik een feestje. Naar een club gegaan hier in Arnhem. Na dat feest werden we uitgenodigd door 2 dames om mee te gaan naar een afterparty. Een goede vriend van mij en ik. En we gingen mee met die dames. Ik had al heel veel alcohol gedronken die avond. Er stond een flesje Fanta op tafel, dus ik besloot om daaruit te drinken. Maar dat had een hele rare smaak, dus ik vroeg aan die dames van hey, wat is dit, wat zit hierin en waarom smaakt dit zo raar? Toen gaven ze aan dat het GHB was. Op dat moment was ik niet bekend met harddrugs. Maar wat ze zeiden is van ja, je moet echt zorgen dat je nu gaat overgeven, want anders dan kom je in de problemen. Dus ik probeerde over te geven, maar dat lukte niet. Dus een goede vriend van mij die bij me was, die zei van ga maar rustig op de bank zitten. Dus ik ging op de bank zitten. En 5 minuten later ben ik met mijn ogen open knock-out gegaan. Hebben ze de ambulance gebeld, heb ik in coma gelegen. En uiteindelijk na 6 uur wakker geworden en zeiden de artsen, het is een wonder dat je nog leeft. Je hebt 20 keer een overdosis gekregen van 20 keer de hoeveelheid die is toegestaan. Ja, dit was eigenlijk allemaal mijn 18e. Dus vanaf dat moment ben ik echt gaan zoeken naar wie ben ik. Waar kom ik vandaan en waarom leef ik nog? Ik denk dat dit ongeveer 3 of 4 maanden later was. Dat een jongen uit mijn klas zei van, hey, ga een keertje mee naar de kerk. Voor dat incident had ik helemaal niks met kerken. Echt absoluut, bij mij hoefde je daar niet over aan te komen. Maar na dat incident stond ik er voor open. Dus ik was meegegaan naar die kerk uiteindelijk. En daar heb ik toen tijdens een aanbidding een fysieke kracht ervaren. Een gevoel. Echt een fysieke aanwezigheid waarmee ik wist van hé, dit is wat mij in leven heeft gehouden. Dit is die kracht die mij in leven heeft gehouden. De grootste verandering die mijn collega's op dat moment in mij zagen is dat alle agressie die ik tijdens de tenniswedstrijden eerst had, dat die eigenlijk volledig weg was. En daarmee doel ik heel erg op. Ik was eigenlijk een heel gefrustreerd persoon tijdens wedstrijden. Altijd schreeuwen, veel frustratie. En dat is dan die frustratie die eigenlijk heel erg van binnen zat met al die vragen van hey, wie ben ik, waarom ik, die slachtoffersvragen. En die frustratie was weg. Die frustratie was 100% weg nadat die verandering kwam in mijn geloof. Dus ik kreeg van heel veel collega's om me heen ook te horen van hey, waar komt die verandering vandaan? En nou, dat was voor mij weer een open deur om dan te gaan getuigen over mijn geloof.